Welkom iedereen. Je luistert en je kijkt naar een nieuwe aflevering van de Victor Podcast. Ik ben Stefan de Kuyper en zoals steeds heb ik een bijzondere gast bij me. Vandaag is dat Andreas Nicolakopoulos. Dag. Dag Andreas. Dag Stefan. Kijk, laten we van start gaan met een korte introductie. Ik ben er 100% van overtuigd dat de meeste luisteraars jou wel goed zullen kennen. Maar kijk, kan je toch nog even kort voorstellen? Wie is Andreas? Ik ben Andreas Nicolakopoulos, inderdaad. Een goede poging en succesvol gelukt. Half Grieks, vandaar inderdaad de iets ingewikkeldere familienaam. Ik ben bestuurskundige van opleiding en ik werk nu als programmamanager en CEO bij Victor. Nu, kijk, effectief programmamanager bij Victor, je zei het reeds. Sleutelrol toch wel in het ondersteunen, begeleiden van die lokale besturen, complexe ICT-wereld. Kun je ons iets meer vertellen over de dagdagelijkse werkzaamheden bij Victor en hoe je dat dan bijdraagt om die missie van de organisatie, lokale besturen, te helpen in hun digitale transformatie? Ja, ik denk als we kijken naar de doelstellingen van Victor, van de organisatie, dan is dat vooral het helpen van de mensen. De mensen die bezig zijn dagelijks met de digitale transformatie, met het digitaliseren van de dienstverlening voor de burgers, voor de onderneming, voor wie dat ze doen. En als we kijken naar mijn dagelijkse taken, daar zijn vooral het ondersteunen en het meetrekken van projecten, idealiter projecten over de verschillende lokale besturen heen. Ook het faciliteren van kennisdeling, proberen de mensen samen te brengen, proberen ervoor te zorgen dat niet iedereen het water opnieuw moet gaan opnieuw uitvinden. Opnieuw uitvinden, inderdaad. Ja. Ja. En uiteraard ook een belangrijke is het identificeren van uitdagingen, van nieuwe kansen die er zijn om op in te zetten. Ja. Nu, we werken in een supersnel veranderende sector, die ICT, digitale transformatie. Dat is ongetwijfeld een hele hoop uitdagingen die zich met zich meebrengt. Voldoende voldoening hopelijk ook nog. Wat boeit jou het meeste in die rol van programmamanager en waar haal je dan die motivatie vandaan om die toch wel in een compacte organisatie zo'n belangrijke taak op te nemen? Ik denk dat je het daar inderdaad goed aanhaalt, een compacte organisatie. En dat is voor mij een heel belangrijk punt. Mm-hmm. We zijn heel flexibel, we zijn heel... Ja, we spelen snel in op de veranderende wereld die er is. De ICT-sector staat niet stil, uiteraard. Mm-hmm. En dat boeit mij het meeste, dat we inderdaad daar heel snel en wendbaar zijn om ons aan te passen. Uiteraard ook het werken met de mensen. En dat is een heel belangrijke dag. Dagelijks kunnen bezig zijn met heel veel mensen, verspreid over heel Vlaanderen. Mm-hmm. En hen daar ook te kunnen helpen. Hè. Dagdagelijkse problemen meehelpen oplossen door middel van samenwerking te stimuleren en door te kijken hoe dat we daar... bepaalde bruggen kunnen bouwen om ze samen te brengen en om hen te doen leren van elkaar. Nu, gezien je ervaring, positie bij Victor, persoonlijke ambitiesorganisatie, in de bredere sector van lokale overheden, maar hoe zie je je rol en de impact daarvan evolueren in de toekomst eigenlijk? Binnen de Victor en in functie dan in diensten van ook bijna van die lokale besturen. Ik denk dat het belangrijk is dat we vanuit Victor blijven de mensen samenbrengen. Hier opnieuw het belang van de mensen, om hen te ondersteunen in hun dagdagelijkse werking. Mm-hmm. Maar ook om hen te kunnen samenbrengen in een soort van ecosysteem, als het ware een community, die we kunnen vormen samen met iedereen die hetzelfde nastreeft, die wil zorgen dat we een digitale dienstverlening kunnen aanbieden aan iedereen die daar nood of belang bij heeft. Ja. Nu, lokale besturen, ze staan voor tal van uitdagingen, pad van digitale transformatie, grote en kleine lokale besturen. Nu, die technologische beperkingen, is één onderdeel daarvan. Je hebt ook weerstand tegen verandering binnen organisaties. Nu, vanuit jouw perspectief, wat zijn zo de grootste uitdagingen die lokale besturen momenteel ondervinden? En hoe kunnen ze die beste worden aangepast? Hoe ga ik om met digitale transformatie en wat als er weerstand is? Ik denk dat het een belangrijke is om inderdaad te stellen dat er heel vaak nog in silo's gedacht wordt, dat er heel veel eilandjes zijn waarbij dat de mensen op hun eigen dienst werken, met hun eigen data omgaan. En dat wel een grote uitdaging is om net die silo-werking te gaan doorbreken, mm-hmm. om daar te gaan zorgen voor een breed draagvlak dat gecreëerd kan worden, waardoor dat verandering binnen de organisatie gemakkelijker aanvaard wordt en geadopteerd wordt in de organisaties. Ik denk dat het daarbij belangrijk is om
te investeren in die medewerkers, in de collega's, om hen effectief te gaan ondersteunen, om voldoende training te gaan aanbieden, zodat zij ook dat kunnen mee uitdragen naar de organisatie. De transformatie is maar zo sterk als de mensen die erachter staan en die mee zorgen dat dit tot een succes wordt. Nu, Victor speelde een cruciale rol in het ondersteunen van lokale besturen bij een transformatie. Daar hebben we het net over gehad. Nu, kan je ook uitleggen wat Victor volgens jou het meeste effectief bijdraagt aan het overwinnen van die uitdagingen van lokale besturen? En welke specifieke diensten, en ik denk dat we daar misschien moeten op focussen, welke specifieke diensten of programma's het meest waardevol zijn gebleken in deze? In het algemeen is sowieso opleiding en training een van de pijlers waar Victor op inzet. We willen de mensen in de lokale besturen mee ondersteunen om een goede opleiding te krijgen, om goed getraind te zijn en de rol die zij hebben in de lokale besturen tot een goed eind te brengen en daar sterk in te worden. Belangrijk is ook het forum dat we aanbieden, kennisdeling, delen van best practices doen we op verschillende platformen, zowel digitale platformen als onze kennisdagen die we organiseren of onze grote evenementen, waar dat dan al die zaken nog een keer samen worden gebracht en samen op het podium worden gezet. Daar zijn heel vaak inderdaad voorbeelden van succesvolle projecten die tot stand komen. Projecten of programma's in het algemeen, waarbij dat we zien dat we echt kunnen samenwerken en kunnen voortbouwen op verschillende inzichten die er zijn vanuit verschillende invalshoeken. Nu, een van die opvallende projecten waar wij dat je bij betrokken bent, hè, dat is aan zich wel een mooi en een groot project, dat is al een paar keer ook in de podcast naar voren gekomen, onder andere met Luc Jolie die hier was van de gemeente Aalter, is LB365. Project dat eigenlijk een ambitieuze onderneming is gebleken, die gericht is op verbeteren van de digitale infrastructuur en dienstverlening van lokale besturen. Kan je het project een keer uitvoerig toelichten, ergens ook misschien de doelstelling naar voren schuiven en wat dat wij kunnen doen, hoe dat onze aanpak is van Victor, hoe dragen wij daar, want het gaat over ja, ook een community en over een consortium natuurlijk. Het is niet exclusief van Victor. Maar hoe kunnen wij bijdragen aan die missie van het project LB365? Het is inderdaad een mooie samenwerking tussen ondertussen 36 lokale besturen. Die zitten helemaal verspreid over Vlaanderen. Mm-hmm. En de kracht is inderdaad de samenwerking daar opnieuw. Wat brengen wij daarmee vanuit Victor? Mm-hmm. Is dat heel het project eigenlijk gestart is met 18 strategische beleidsprincipes. Dat zijn 18 beleidsprincipes die we van dag 1 eigenlijk hebben meegenomen. Denk bijvoorbeeld aan schaalgrootte. Het is evident dat je met meerdere mensen samen meer kunt gaan bereiken. Dat je daar met verschillende kleinere besturen, met wie dat het uiteindelijk gestart is in de begindagen, dat je daar ook kunt meespelen op het toneel van de iets grotere. Ja. Schaalgrootte is één van die principes. Denk ook aan only once. Je wilt niet nog een keer vragen aan de burgers wat dat je al weet van die mensen. Daarnaast ook no vendor lock-in. Het mooie aan het project, en een van de mooiste dingen, denk ik, is dat effectief alles dat gebouwd wordt binnen dat project, dat die eigendomsrechten bij die lokale besturen komen te liggen. Wat al hen in staat stelt om eigenlijk in zee te gaan met wie dat ze willen. Firma's onder de arm kunnen nemen die hen kunnen begeleiden. Want expertise zit vaak wel bij externen, bij firma's. En zij kunnen daar eigenlijk relatief eenvoudig schakelen tussen die firma's. Zij zorgen dan eigenlijk voor een samenwerking, een echt ecosysteem van die verschillende partijen die daarop kunnen samenwerken. Nu, groot, mooi project. Er zijn altijd natuurlijk goede en minder goede punten, dus sterke en zwakkere punten in zo'n project. Maar vooral ook heel veel kansen op groei en verbetering. Nu, even terugkijkend, reflecterend op het LB365-project. Wat zie je zoals die sterke punten, die uitdagingen en vooral ook die kansen die er liggen binnen die brede context van digitale transformatie bij onze lokale besturen? Wat zijn zo die mooie, positieve opportuniteiten, sterke punten van zo'n toch wel een mooi project als LB365. Ik denk dat dat ongetwijfeld de bereidheid is tot samenwerken. Mm-hmm. De lokale besturen die zich engageren, want er kruipt wel wat tijd in om samen te werken met elkaar, maar de besturen die zich engageren om kennis te delen, om samen aan de slag te gaan, om processen uit te tekenen,
En om die dan ook tot in uitvoering te brengen, ik denk dat dat een heel mooi en sterk punt is van het project. Daarbij gaan ze ook de middelen efficiënt gaan gebruiken. Het is niet enkel menskracht, niet enkel financiën, ze leggen de portefeuilles samen. Ja. Maar uiteraard gaan ze ook de zaken die ze hebben uitgetekend gaan delen met elkaar. Dat is denk ik wel een heel sterk punt. Maar wat ze eigenlijk willen doen met het project, misschien moet ik daar nog even wat meer over toelichten, is eigenlijk dat ze hun klantgegevens die er zijn, willen gaan centraliseren. De lokale besturen die werken nu vaak met aparte systemen. En het is dan de wens om die verschillende gegevens die ze hebben rond hun burgers, ondernemingen of verenigingen, om die eigenlijk te gaan centraliseren op een bepaalde plek waar dat dan iedereen in de organisatie mee aan de slag kan gaan. Waar dat ze samen kunnen werken aan digitale dossiers die dan gelinkt zijn aan die burgers. Om zo eigenlijk ook samen generieke processen te gaan uittekenen, waarmee dat ze dan eigenlijk de dienstverlening naar die burgers toe kunnen digitaal gaan uitdragen. Als we stilstaan bij de uitdagingen, dan denk ik dat de groep groeit en dat we daar moeten met elkaar overeenkomen. Ik denk dat dat in alle sectoren hetzelfde is. Als je daar met meerdere mensen rond de tafel moet overeenkomen, dan wordt dat ingewikkelder, wordt dat moeilijker. Dus we moeten ons daar op organiseren. Ik denk dat we daar met een sterke club zijn van mensen die zich effectief willen engageren om ook die organisatie van het project tot een goed einde te brengen. Een andere uitdaging is dan ook het integreren van diverse toepassingen die er zijn binnen lokale bestuur. Lokale bestuur werken met meer dan 100 verschillende toepassingen. Daar zit dan ook in elk van die toepassingen ook data. En die data die is niet altijd even makkelijk benaderbaar of herbruikbaar. Dus dat is een grote uitdaging die we met dit project wel aan het oplossen zijn. Om die data uit die oplossingen te gaan trekken en met die data andere zaken te kunnen gaan doen. Koppelingen te maken, integraties met andere systemen. Om het overtikwerk tot een minimum te geleiden. Ja. Nu, projecten zoals LB365 zijn een technische onderneming, maar hebben ook diepgaande ambities het gebied van organisatorische en maatschappelijke impact. Nu, wat zijn de lange termijns ambities van het LB-project? En hoe hoop je eigenlijk dat de manier waarop die lokale besturen functioneren, je hebt het misschien al kort aangehaald, hoe hoop je dat de manier waarop lokale besturen functioneren en ook die diensten aanleveren aan burgers zal transformeren? Ik denk door het gezamenlijk gebruik te maken van schablonen, van generieke processen die ze kunnen delen met elkaar, wat dat het naar de burgers toe ook eenduidiger maakt, waarbij dat de burger niet moet wakker liggen van in met welke overheid ben ik nu aan het spreken, of op welke manier wordt deze dienstverlening uitgedragen, dat we daar eigenlijk een beetje willen streven naar uniformiteit van die dienstverlening. We willen uiteraard ook met nauwkeurige en actuele gegevens aan de slag gaan. Dus daar is het ook belangrijk om de gegevens die bij bovenlokale overheden zitten, om die dan ook te gaan hergebruiken en om ze daarop te gaan baseren. Daarnaast ook transparant communiceren naar de buitenwereld toe. Status-updates van bepaalde dossiers, van bepaalde aanvragen die een burger of een organisatie lopend heeft, die moet je op een transparante manier kunnen weergeven naar die burger toe. Nu, er is ook vaak de discussie over de rol van overheidsinitiatieven in relatie tot de private sector, vooral op het gebied van ICT en digitale diensten. Zie je LB365 als een project dat concurreert met de markt? Of geloof je dat het eerder de markt samenbrengt in deze, op dan een nieuwe innovatieve manier? Hoe zie je daar die dynamiek? Absoluut niet concurrerend. Ik denk dat LB365 is opgestart van in het begin als een samenwerkingsproject, een los samenwerkingsinitiatief tussen lokale besturen, waarbij dat de hand wordt gerekend naar iedereen die mee wilt werken aan dit ecosysteem, aan dit platform, dat uiteindelijk open staat voor iedereen en waar dat iedereen dan op een innovatieve manier kan gaan samenwerken. Ik denk dat we daar focussen op publiek-private samenwerkingen. De expertise van de markt die in de weegschaal wordt gegooid, samen met dan de regelgeving die moet gevolgd worden, de wetgeving en de dienstverlening die uiteindelijk door de lokale bestuur, door de overheid wordt gefaciliteerd.
Dus ik denk dat het eerder echt een punt is van krachten bundelen, eerder dan concurrerende rol te spelen in de sector. Nu, er is ook een kostendelend model verbonden aan het LB365-verhaal. Nu, model dat wordt gebruikt is eigenlijk wel een interessant aspect van het project, dat eigenlijk zichzelf al onderscheidt van een verschillende traditionele financieringmechanismen. Kan je uitleggen wat er zo specifiek is of zo speciaal is aan dat model en hoe het werkt en waarom het dan effectief zo werkt en zo goed functioneert voor dit soort projecten? Ja, ik denk het mooie eraan is absoluut dat de besturen samenwerken opnieuw. Ze leggen ook hun portefeuilles samen. Dus er is eigenlijk een gezamenlijke investering van al die lokale besturen die op vandaag samenwerken, waardoor dat ze dingen kunnen laten ontwikkelen en van zaken kunnen genieten die zij als lokaal bestuur alleen niet eenvoudig zouden kunnen financieren. Dus daar hebben we de kracht van het geheel opnieuw, waarbij dat we gezamenlijk investeren. Het mooie en het interessante ook aan het model is dat er een terugverdienmodel is. Dus het is ook interessant voor de reeds aangesloten besturen dat er nieuwe besturen instappen in het verhaal. Want zodra dat er een nieuw bestuur instapt, verdient dan iedereen een stukje van hun investering terug, waardoor dat ze daar dan ruimte creëren om opnieuw weer verdere zaken te gaan ontwikkelen, om verdere dingen te gaan onderzoeken. Ook een belangrijke dat er gedeeld wordt. Dus het voordeel daarvan is dat de kosten gedeeld worden. Maar anderzijds werkt dat ook een beetje de verantwoordelijkheid op bij die verschillende lokale besturen. Je wilt efficiënt omgaan met de middelen. De middelen zijn overal schaars. Je gaat die gaan inzetten. En het is dan ook belangrijk om te weten dat jij mee verantwoordelijk bent wat er met dat geld gaat gebeuren. Om dat allemaal samen dan tot een zo efficiënt mogelijk werkende dienstverlening te gaan brengen. Nu, naast het LB-verhaal, in jouw rol als programmamanager ben je dan ook ongetwijfeld betrokken bij het verkennen van verschillende nieuwe technologieën die de digitale transformatie bij lokale besturen kan helpen, kan versnellen, kan verbeteren. Met die voortdurende ontwikkeling van technologische mogelijkheden, zoals kunstmatige intelligentie, AI, blockchain, IoT enzovoort, hoe ziet Victor de integratie van deze technologieën binnen de dienstverlening van de lokale besturen? En op welke manier, hoe begeleid je lokale besturen bij het adopteren van die verschillende, soms nieuwe, spannende innovaties? Het is onze rol om daar bewustwording rond te creëren, om daar ook educatie rond te creëren, dat we de nieuwe zaken erkennen, dat we die zaken ook aan het licht brengen, op het podium zetten, om daar ook kennis over te delen, zodat iedereen zich bewust is van die nieuwigheden die zich manifesteren. Enerzijds, dus kennis delen daarover, workshops, trainingen organiseren we om dat te gaan doen. Maar we moeten uiteraard ook de andere besturen die misschien de ruimte niet hebben om met die gloednieuwe technologie om te gaan, of toch niet op dit moment, die mogen we niet vergeten. Hè. Die moeten we dan uiteraard ook meehelpen, ondersteunen, de maturiteit gaan verhogen, om allemaal samen die richting uit te kunnen gaan. Ja. Nu, een beetje dichter bij ons Vlaamse ICT-huis terug. Je kent natuurlijk Victor als organisatie als geen ander. En men zegt wel eens in de wandelgangen dat jij de nieuwe kroonprins van de organisatie bent. Stel dat jij dus morgen aan het stuur zit van onze organisatie en je zou compleet carte blanche krijgen en je moet hier een bepaalde richting sturen. Welke richting wens jij dat onze organisatie, de Club Victor, zal varen? Welke bakens zou je uitzetten voor deze community? Dat is een interessante piste om over na te denken natuurlijk. Ja. Nog niet in die wandelgangen geweest, maar ik denk dat we moeten blijven inzetten op samenwerking, op schaalgrootte. Lokale besturen zijn te klein om het allemaal alleen te gaan doen. Ik denk dat het heel belangrijk is om te blijven samenwerken, om dat te gaan zien. Om ook grensoverschrijdend te gaan samenwerken. Ik bedoel dat dan in de goede zin van het woord, dat we de regiogrenzen gaan opzoeken. Dat we buiten de gemeentegrenzen gaan kijken en dat we samen met de regio veel meer kunnen gaan doen. Dus keihard een focus denk ik op samenwerking, op regionale samenwerking. Ook de samenwerking met de Vlaamse overheid uiteraard is ook een heel belangrijke daarin. Ik denk dat dat een keyword is, samenwerking.
Uiteraard ook dat we flexibel en wendbaar moeten blijven, zoals dat we nu ook aantonen te zijn. Dat het de kracht is van de organisatie om in te spelen op alles dat leeft. En uiteraard heel belangrijk de mens nog steeds centraal blijven stellen. Hè. We zijn een organisatie van mensen, voor mensen die het beste voor hebben met de digitalisering. Dus ik denk dat dat een belangrijke is om de mens voorop te blijven stellen. Perfecte noot om te eindigen met deze podcast. Dankjewel, Andreas. Merci voor de uitnodiging.